Goedemiddag, het is weer vrijdagmorgen, want, want als we het vanmiddag doen, hebben we er waarschijnlijk geen tijd voor. Dus we doen het nou helemaal morgens vroeg. Ik moet nog een beetje wakker worden, want het is gisteravond ook best wel laat geworden en de avond daarvoor ook en de avond daarvoor ook. Vandaag gaan we het hebben over opstartproblemen in het voorjaar. Want heel veel mensen die de windstallingsboot opgehaald hebben, of dat nou bij ons is of bij iemand anders, moeten soms toch wel weer een beetje wennen aan de boot. En ik geef eigenlijk wat tips om de eerste problemen op te lossen, want vaak zijn het geen problemen. In het voorjaar krijgen we altijd heel veel telefoontjes van mensen die problemen ervaren tijdens het varen. En heel veel van die problemen die zijn eigenlijk makkelijk zelf op te lossen, want die kunnen we telefonisch al vaak oplossen. Nou, die ga ik vandaag even behandelen. Maar het is eigenlijk altijd belangrijk om in eerste instantie de rust te bewaren en goed na te denken. Kijk. Probleem nummer 1. En dat is vaak al bij het starten. Ja, want bij het starten vergeten mensen eigenlijk altijd de startprocedure. Je hebt natuurlijk een sleutel. Niet altijd, dat is niet aardig. Nee, dat is niet aardig. Meestal dan. Vaak. Vaak. Je hebt natuurlijk twee startsleutels. Eentje heb je vaak thuis liggen. Nou, wil dat je het vaak. Probleem nummer 1. Waar het regelmatig fout gaat, is bij de startprocedure. Want je moet aan een aantal dingen denken natuurlijk. En het begint allemaal bij het dodemanskoordje. Die moet je tussen de schakelaar doen en de andere kant om je arm heen. De sleutel gaat in het contact. En dan is het belangrijk dat de gashendel in zijn vrij staat. Want als je nu start of wil starten, dan start hij niet omdat hij anders vooruit zou schieten. Dat is een soort beveiliging. Dus je moet altijd zorgen dat de gashendel in zijn vrij staat. Dat kan je checken bij alle gashendels door in het midden van de gashendel de knop in te drukken. Dan weet je dat hij in zijn vrij staat. Zo'n gashendel kan er op verschillende manieren uitzien, maar ze hebben 9 van de 10 keer altijd een knop zitten die je in kan drukken om te checken of hij in zijn vrij staat. En check dus ook het dodemanskoordje en of je de goede sleutel tot stopcontact hebt gestoken. Punt 2 waar het wel eens op misgaat, dat is de accu. Want de accu die heeft natuurlijk de winter niet kunnen opladen. En het is eigenlijk altijd belangrijk dat de accu de boot uit geweest is. En dat die daar helemaal goed is volgeladen en toen weer in de boot is gezet zonder de accupolen erop te zetten. Want anders kan de accu langzaam leeglopen. Ook belangrijk is altijd te checken dat de pluskabel op de pluspol zit en de minkabel op de minpol. En dat als je die per ongeluk verkeerd hebt aangesloten, het kan natuurlijk gebeuren dat de zekering in de motor er dan uitknalt. Nou, dan gaat de motor nooit starten, want de zekering moet dan eerst vervangen worden. Ook de accupolen die kunnen corroderen. En als je dan de accupolen er weer opzet, of de accuklemmen er weer opzet, dan maken ze geen goed contact en heb je dus geen stroom in je boot. Nou, als je de motor wil starten en je hoort geen piep, terwijl die wel in zijn vrij staat, dan duidt dat er vaak op dat er geen stroom in de boot aanwezig is. En dan moet je dus je accupolen checken en checken of je accu vol is. Eigenlijk is de beste tip om vlak voordat je gaat varen weer helemaal op te laden, zodat je met een volle accu het nieuwe jaar ingaat. En hou erbij altijd in gedachten dat een accu ongeveer 3 jaar meegaat. Dat hangt een beetje vanaf de kwaliteit van de accu. Sommige accu's gaan wat langer mee, sommige accu's gaan wat minder lang mee. Maar dan zal die weer vervangen moeten worden. Verder kan het zijn dat de brandstofleiding naar de motor toe leeg is, dat er lucht in zit. Dus het is belangrijk om in het voorjaar weer een paar keer in het balletje te knijpen, zodat de brandstof vanuit de tank naar de motor gegarandeerd is. Wat ook belangrijk is, is dat de brandstof die er in het najaar ingezeten heeft, dat die of leeggevaren is, of dat die vervangen wordt door nieuwe brandstof. Want die brandstof die gaat op een gegeven moment vlokken en het gaat problemen veroorzaken. Dus je moet echt met verse brandstof het verse voorjaar beginnen. Vergeet natuurlijk ook weer niet de ontluchtingsnippel open te zetten en dat de brandstofslang goed aangesloten zit, zodat hij geen valse lucht aanzuigt waardoor de brandstofpomp niet goed zijn werk kan doen. En dat geldt voor een diesel overigens ook. Verder is het belangrijk dat de koeling bij het boten altijd goed doet, zodat je aan beide kanten in dit geval goed koelwater hebt. Bij een buitenboordmotor is dat hetzelfde verhaal, dan moet je ook goede koeling hebben. Maar het zal niet zoveel koelwater zijn als bij deze, dat zal wat minder zijn, het zal een koelstraaltje zijn. Maar heel vaak is zo'n koelstraaltje dat die druppelt en dat heeft ermee te maken dat er kalk in de leidingen zit. Dat kan je eenvoudig weghalen met bijvoorbeeld een prikker of een paperclip,
Dan kun je in het gaatje vroeten zodat het water er goed uitkomt en de motor goed koeling heeft. Vergeet bij een diesel nooit het wierpot te controleren, want soms kan daar lucht in zitten. En vergeet ook niet de kogelkraan onder de wierpot open te zetten. Die zit alleen niet hier bij deze boot. Maar check altijd dat als de motor loopt, dat je goed koelwater hebt. Vaak wordt 's winters ook een nieuwe laag antifouling aangebracht. En daarbij wordt bij de diesels de waterschep afgeplakt met tape. Om te zorgen dat die niet in de antifouling staat. Maar die tape wordt nog wel eens vergeten. Dus die moet je altijd weer verwijderen. Zodat de waterschep weer goed water heeft. Verder is het belangrijk dat de motor natuurlijk ideaal een servicebeurt heeft. En zeker bij carburateurmotoren. Want carburateurmotoren kunnen door brandstofafzetting corrosie gaan vertonen in het carburateur. En daardoor start hij moeilijk en loopt hij ook slecht. Dus dat is ook belangrijk om altijd te doen. En zeker bij motoren die weinig draaien is het juist belangrijk om onderhoud te doen. Terwijl heel veel mensen juist denken dat als die bijna niet gedraaid heeft, dat er dan geen onderhoud nodig heeft. Dat is juist niet zo. Want dan raken bepaalde componenten uitgedroogd. En is het dus juist belangrijk om een servicebeurt op tijd te doen. En dat is eigenlijk ieder jaar. Dit was alweer de Sloepantenne videoblog van deze week. Volgende week zijn we weer terug met een gloednieuwe Sloepantenne videoblog. En ja, en heb je nou een onderwerp wat je wilt dat we graag behandelen? Geef het dan even door, dan kunnen we daarmee aan de slag gaan. Delen en liken niet vergeten. En we wensen jullie een hele fijne Koningsdag morgen. En tot volgende week.